Dit is Guido, jawel, jawel. Ik kom vandaag niet verliezen. Wacht even, je bent al lang, Iets, ja, iets, ja. Taxigevoel, ja, dat heb je ook in Amsterdam, hè? Weg naar het afstandsfeestpunt. Johnny, hadera! Ja, zal maken, dat is dan hoor. Maar zo. Let's go! Brrr.
het is tijd om te gaan paintballen en ik ga ze allemaal kapot schieten. Ik zou zeggen, let's go, let's do it, baby. Die gaat zich zeg maar verstoppen in een hoekje. En dan gaat hij iedereen... altijd in een hoekje. En dan gaat hij iedereen schieten. Nee, kan. Maar een goed team, hè. En dan heb je, als je pistool omhoog hebt, dan mag je niet schieten, zeg maar. Op degene die zijn pistool omhoog heeft. Boeit hem niks, hij schiet je nog steeds. In je rug, in je... Hey, you know why? You know why? Because I can. So, let's go. Ik ga jullie laten zien wat paintball is. Dames en heren, ga niet aan. Hij is vals spelen. En Martijn! Most important one, the mask. Ja, don't take it off in the field. Leave it on all the time. If you got paint on it, sweat on the inside, keep it on, okay? If you want to clean it, if there's something wrong with the you or you're scared, no problem. Put your gun up, come over here, leave the gun there. Yeah, all guns have it on the number, so yeah. And in this area you can take it off. Yeah, bro. Look out with stairs, it can be slippery. Also the field is concrete with sand on it, so it can be slippery. Excuse me, can you please explain him he can't shoot me in the balls again? Martijn, please don't shoot me in the balls again. This guy is a liar. You don't have balls. You don't have balls. You don't have balls, man. You don't have balls, man. Let's go, boys. Let's go. Ja, toch, strijders, go. Let's go. Let's go. They are in the corner. Send out. Meow. Bang bang. Bang bang. Verlooflijk, hè? Weer oranje gewonnen. Oranje gaat. Ik lijkt of er. Te beter is elke keer. Dat lijkt wel. Het is. Ligt aan mij. Switching teams. Hoe bedoel je? Eerst wordt het ook gewonnen. We hebben er overloper. Maar hey, even serieus, vergeleken met de rest. Ik ben niet geraakt hoor, maar ik heb wel heel veel mensen geraakt. Nou, voor mij niet. Ik heb er zoveel gezien. So, are you ready? No. I'm super scared. Johnny, ben je klaar ervoor? Zeker nog. Boys, zijn jullie klaar? Zijn jullie klaar? Zijn jullie klaar? Oh ja, trouwens, Geels is politie, heeft toch zijn mietjes. We hebben al twee keer gewonnen net. Dus het is mijn teamgenoot. Ja, ik hoor iemand in de bek al wat zeggen. Dames en heren, we gaan jullie allemaal pakken weer. Kijk hier, dit zijn de gele groentjes. En wat noemen we ze? Kleine boys. Komen we dan even terug bij jou? Kijken. Maar nog één keer, nog één keer. Dat is het. Ja, maar je still ugly, zo. I know, it doesn't really matter. Hoe was het? Jij. Nee, Martijn. Jij hebt me geraakt, hè, op mijn hoofd. Ja. Ik heb het wel. Heb je zo'n hoofd gezien? Kijk hier. Kom. Waar bent u? Wat is gebeurd? Waar bent u? Centraal Station. Allah, weet je. Johnny heeft extra ballen nodig. Alle ballen op Johnny. Check eens. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel trots op mijn team, Oranje. We hebben net gewonnen, eerlijk. Hoe vond je ons schieten? Maar dat moet wel, wij zijn echte strijders. Geniet jij ook van ons spel? Vooral op wie genoot je vooral? Dankjewel.
ze allemaal gepakt. Allemaal. En je weet hoe dat komt? Dat staat van de maffia. Ja? Pima! Ga denken! Wat is rond! Volgens mij daarboven. Er zitten er twee ook. We hebben de kaps. We hebben de politie afgemaakt. En we hebben gewonnen. Hey boys, kom daar. Kom daar, jongens, bij, boys. Verzamelen. Ik ga anders in je eten. Ja, joh. Hey boys, mag kijken? Eerst naar die foto's. Ja, okay. Kijk even naar die foto's. Eerst foto's zo. Dames en heren, elke week zit hij bij mij op de stoel. Oh nee, of verlieg ik eigenlijk? Bij jou op de stoel? Nee, ik zit hier en jij staat. Elke week. Minimaal één keer per week. Eén keer in de week, hè. Ongelooflijk. Helemaal weer fresh. Ongelooflijk. En ik moet jullie zeggen, ik voel me altijd thuis hier. En weet je hoe dat komt eigenlijk? Is als ik hier binnenkom, krijg ik altijd drinken aangeboden, wat eten of noem het maar op. Het is eigenlijk gewoon mijn tweede huis. En wat je ook eigenlijk zo mooi is, is dat we zijn gaan paintballen. En ik moet zeggen dat ik Johnny hard had aangepakt, of niet eerlijk? Oh, wie eindigt met twee vlaggen in zijn hand? Jij of ik? Ik. Oké, sorry dames en heren, ik hou niet van liegen. Ik geef toe, hij heeft twee vlaggen. Maar weet je hoe dat komt? Omdat we toen bij elkaar hoorden. Klopt. Maar even iets terugkomen met eten en drinken. Hij neemt meestal het eten alleen maar. Drinken slaat hij over. Ik hou ervan, toch? Het goede leven. Je moet altijd natuurlijk goed eten. En je moet nooit. Tuurlijk moet je aan de lijn denken, maar je moet ook wel natuurlijk genieten. En ja, nu train ik hard. Jullie zien het wel aan me. Ik ben een beetje afgevallen. Ben je blij met je kapsel? Ja, haar zit eerst voor mijn ogen. Ziet er weer goed uit nu. Ja, was lang, hè? Ja. Voor mij doen ze zeker. Ongelooflijk. Johnny met de haniekoop. En wat zeggen we altijd? De haniekoop doet je altijd. Goed. Dames en heren, voordat we gaan afsluiten, moet ik nog even wat zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb genoten van jouw afscheid. Het was een mooie afscheid. En wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het prachtig. Maar ik ben wel blij dat je bent geweest. Ik was niet voor niks uitgenodigd. En ik moet zeggen, we hebben het ook heel goed afgesloten met het paintballen. Dat paintballen was echt het leukste eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb ook echt genoten. Vooral dat ik je een paar keer in je nek raakte. Hij liegt, dames en heren. Ik had hem gepakt. En ik had al die andere jongens ook gepakt. Want iedereen die bij mij in het team zat, waren allemaal strijders. En hij zat bij mij ook één keer in het team. Daarom had hij ook twee vlaggen. Dus daarom had hij, ja, die twee vlaggen, ja. Daarom had je ze, hè. Anders had je ze nooit kunnen pakken, jongen. Ja. Dan gaan we nog een keertje spelen. Oké. Dames en heren, dit was Johnny Heitga en Hani Hanna. Wil je nog wat zeggen tegen mijn prachtige kijkers? Blijf Hani volgen. Dat is echt een topper. En wat zeggen we altijd? De Hanikoep doet je altijd goed. Woe! Dames en heren, Johnny Heitga. Ik ben echt lelijk. Dat weten we allemaal. Even serieus. Nee, dit is mij ben je welkom met een deur die gaat open. Je kan het ook gewoon doen. Johnny Haro!